Ja, het gespreksonderwerp van de afgelopen dagen is natuurlijk wat er in Heukelom gebeurd is zondagnamiddag. Toen werd een 11-jarig meisje aangevallen door het aantal honden die uitgebroken waren bij een broodfokker. En bij ons zit ondertussen Inge Pauwels, want we willen toch wel eens weten wat je eigenlijk moet doen als je in zulke situatie komt en hoe het komt eigenlijk dat die honden mensen aanvallen. Goedemiddag, Inge. Ja, het is een trieste situatie wat daar gebeurd is. Absoluut. Ja, in de eerste plaats, ja, waarom vallen die honden dat meisje eigenlijk aan? Hoe kan dat? Ja, ik vind het heel verschrikkelijk dat het gebeurd is en ik wil toch wel even ook mijn medeleven betuigen naar het meisje en naar de familie. Want ik kan me voorstellen dat het een enorm trauma heeft gegeven nu en ik hoop dat er ook alles aan gedaan wordt om dat trauma zo kortstondig te maken, ja, zodat het meisje niet te lang met een trauma zit, schrik heeft voor honden. Want ja, honden zijn toch wel hele mooie dieren. Ja. En het zou zonde zijn als ze daar in de toekomst niet meer van kan genieten. Ja. Hè? Het zijn mooie dieren, je zegt het. En het waren bouviers en labradors. Ja. Nog eigenlijk niet meteen de agressiefste honden, in mijn ogen nee, toch klopt. Niet. Maar wat zou er misgegaan zijn? Ja, er zijn een aantal factoren die gebeurd zijn. Hè. Dus eerst en vooral was het een meute, een hele groep dieren. Mm-hmm. Dus dan krijg je het gang-up effect, zoals ze dat noemen. Gang-up is, zoals je kan het vergelijken met hooliganisme. Bijvoorbeeld, je gaat naar een voetbalwedstrijd en alleen doe je niet veel. Maar als je met een aantal vrienden bent die elkaar een beetje opjutten, inderdaad, dan krijg je het effect. Tweede is dat die honden niet getraind, niet gesocialiseerd waren. Dus die hebben waarschijnlijk heel weinig mee gebeurd, heel weinig daglicht gezien. Eigenlijk alleen ingezet om geld te verdienen, zal ik het maar zeggen. Dus helaas heel weinig mee gebeurd, ook niet gesocialiseerd. Dus het eerste, als die buiten kwamen, was natuurlijk freedom, vrijheid. Dan de combinatie van de groep. En dan in één keer zien ze daar een bewegend voorwerp. Hè, want het meisje zat op de fiets. Ja. En je ziet dus, de brooidrift wordt getriggerd. En natuurlijk, in groep getriggerd is veel erger dan dat je met één of twee bent. Mm-hmm. Dus je gaat met z'n allen achter de prooi. En dan is het niet zozeer dat je dan per se een mens wilt aanvallen, maar wel dat nogmaals die prooi wordt getriggerd in groep. Ja, dus die honden, die beesten zagen het verschil niet. Die zagen, we moeten dat gewoon in de eerste instantie instinctief. En dan nogmaals, in groep wordt dat instinct versterkt en wordt het ratio een stukje uitgeschakeld. Ja. En de honden zijn helaas de dupe van het niet socialiseren, niet trainen van die man die dan die kwekerij had. Want wat gebeurt het enkel om te kweken, om te verkopen? Zoals ik begrepen had, inderdaad, was die persoon een broodvak, was in 2008 gewaarschuwd, had al veroordelingen gekregen. Ja. Is dan toch mogen doorgaan om een of andere bizarre reden, wat ik mijn verstand niet bij kan. Ik ben ook meter van de anti-broodfokactie en zij zeggen ook van, het is wel degelijk een broodfok die toen eigenlijk had moeten dichtblijven. Er zijn ook puppies in beslag genomen en dergelijke. Ja. Dus er is wel wat een en het ander misgegaan bij die mens. Ja. En ik vind het heel erg dat dan zowel in de eerste plaats het meisje als de honden daar dupe van zijn geworden. Ja, want die honden zijn afgemaakt. Ze zijn allemaal afgemaakt. En het hele bizarre is dat die persoon, de eigenaar, de honden zelf heeft afgemaakt. Dus ik wil niet weten onder welke omstandigheden dat die dieren zijn afgemaakt, eerlijk gezegd. En dan de andere dieren zijn in beslag genomen, zijn naar het asiel gebracht. Wat gebeurt daar dan mee? Daar worden dan gedragstesten uitgevoerd. Het asiel heeft zijn eigen mensen om mee samen te werken. En ik kan alleen maar hopen dat die mensen, dat gedragskeurmeesters zijn, dat die de situatie heel correct kunnen inschatten. Ja. Want nogmaals, als je een gedrag in meute krijgt, wil niet zeggen dat iedereen van die meute daarom slecht was. Nee. Maar het is heel moeilijk om daar het onderscheid te maken. Dus je zou eigenlijk die testen zijn heel belangrijk om te gaan kijken wie is potentieel gevaarlijk om te bijten en wie gaat gewoon meelopen en mee blaffen en daarom niet noodzakelijk bijten. Want ze kunnen niet allemaal gebeten hebben. Ik weet de aard van de verwondingen niet. Maar als ze allemaal zouden gebeten hebben, dan zouden ze helaas niet meer geweest zijn. Dat is gelukkig nu niet het geval. Maar wat moet je doen als zo'n in één keer een meuten op je afkomt? Want dat is een hele goede vraag. En in theorie natuurlijk zijn er heel veel dingen die we zeggen van kijk, je gaat niet lopen, want dan ga je die drift bevorderen. Maar dat is allemaal niet zo evident. Ga niet beginnen schreeuwen, ga niet beginnen rare bewegingen maken, maar dat doen we allemaal van nature. Dus zo kalm mogelijk blijven, we noemen dat kalmerende signalen uitzenden. Als je de tijd zou hebben, zou je kunnen beginnen geeuwen enzovoort. Maar dat is in deze situatie niet echt realistisch. Maar misschien toch wel een tip is, je hebt altijd wel een trui of een jas aan. Gooi dat op of richting de honden.
Ten eerste gaan ze schrikken. Allee, schrik is relatief, maar gaan ze een beetje onder de indruk zijn van een voorwerp dat op hun vliegt. Dus je gaat al de instinct-trigger doorbreken. Heel veel honden gaan al door die trigger eigenlijk kalmeren. Mm-hmm. En anderzijds hebben ze dan een ding om eventueel in te bijten of aan te snuffelen. En geeft jou de mogelijkheid om hem sneller te verwijderen. Ja. Als ze dan toch moesten komen, is het belangrijk... als je de tijd hebt opnieuw om te kijken welke dat degene is die je effectief aanvalt. Dat is degene waar je natuurlijk op moet richten en slaan. Ja. En te goed slaan. En dat is op de neus slaan. Op de neus. Dan heb je de meeste kans. Anders ga je ze alleen maar stampen en dergelijke. Ja, gaan ze alleen maar bozer worden. Mm-hmm. Best is gewoon hard op de neus slaan. Okay. Als je de kans hebt. Goed. We gaan er natuurlijk nog meer en meer over horen de komende dagen in Limburg. Vandaag trouwens straks op TV Limburg wordt dit onderwerp ook nog uitgebreid besproken. Inge, bedankt voor je komst. Graag gedaan. En we gaan het dus allemaal een beetje proberen te onthouden en hopen dat het bij ons natuurlijk niet voorkomt.